En nog belangrijker, welke anekdote moet er van jou in jouw biografie komen te staan? Ja, dat is er een, die heb ik wel vaker verteld, maar dat is met Babagida. Ik had natuurlijk nog geen bal geraakt totdat Babagida bij VVV kwam. Na vier seizoenen had ik geloof ik 1 doelpunt gemaakt. En Babagida kwam, die ging er 6-7 voorbij. En die was voor de keeper nog zo vriendeling om ze even breed te leggen. Dus ik ging scoren, ik kreeg vertrouwen, ging beter voetballen. En in de winterstop, het ging zo goed, stonden wij bovenaan in de competitie. En ik stond bovenaan de topscorersranglijst voor Pierre van Hooijdonk. En Curver, Frans Curver was onze trainer. En die sprak alleen Limburgs, ja, en een beetje Nederlands. En Babagida sprak alleen Engels. En op een gegeven moment moesten Baba en ik moesten bij hem in het kleedlokaal komen, op bureau. En bleek dat ik als tolk gevraagd was. En toen zegt Curver, die zegt, Maurice, vertel hem eens dat ik tevreden ben over zijn prestatie de eerste helft van het seizoen. Ik zeg, Baba, trainer is very pleased with your performance first half of the season. En Baba altijd big smile, thank you. Ja, en nou zeg hem eens, zegt Curver, dat hij die acties moet blijven maken, maar dat hij meer zelf moet schieten. Ja, echt niet, ja. Dus ik zeg, Baba, keep looking for your striker. Keep making your actions and keep looking for your striker. En Baba zegt tegen mij, you. Ik zeg, mm. En Curver zegt, heeft hij het begrepen? Zeg, helemaal. Ja, einde van het seizoen. Curver weer gepromoveerd, wij kampioen. Baba de grote held. Ja, en ik had eindelijk naam gemaakt in het betaald voetbal. Om een langer verblijf als profvoetballer te hebben. Topscorer, ja.